U luistert naar Radio Veronica op 192 meter. Goed idee. Veronica's popshow vanuit Studio Soundpush in Blaricum. Veronica's popshow met natuurlijk het hobbyorkest dat een voortreffelijk begin gaat maken voor dit programma met Judy in Disguise. Muzici even de gelegenheid te geven hun instrumenten af te zetten, even een plaatje tussendoor. Hier is die, Tom Jones met Delilah.
'cause that would bring a tear to me. Dit is natuurlijk Words van de Bee Gees. Maar we gaan nu niet de plaat draaien. We gaan luisteren naar dezelfde compositie, maar dan in een bewerking voor het hobbyorkest. Hier is het weer. Words. Dat was dan weer een compositie van de jongens die geabonneerd zijn op de eerste plaatsen van Veronica's Top 40, de Bee Gees. Het succes van het Grand Gala du Disque was ongetwijfeld het optreden van die geweldige groep, de Four Tops. Hier zijn ze met If I Were a Carpenter.
solist van de week. De solist van de week zal een terugkerend item worden in Veronica's popshow. U allemaal kunt daaraan mee gaan doen. U kunt allemaal zeggen, ja, ik zing fijn, ik speel fijn, op welk instrument dan ook. En wat moet u dan doen? U hoeft alleen maar een briefkaartje te schrijven naar Radio Veronica in Hilversum. En wij zullen u dan voor dit programma uitnodigen. Er is vandaag iemand in ons midden die daar het spits van af gaat bijten. En onze gast is. Mag ik u allereerst vragen, hoe is uw naam? Mijn naam is Hendrikus, Marinus, Alois, Bernardus, Gerardus van Ravenswaaij. Dat is een hele mond vol met voornamen, heb ik begrepen. Maar ze noemen me gewoon Rinus. Gewoon Rinus? Ja, Rinus. Ja, ik zeg gewoon meneer van Ravenswaaij. Dat vind dat ik is, wel. Ja, natuurlijk, dat is best hoor, jongeman. Meneer van Ravenswaaij, u komt hier vanmiddag voor ons spelen. Welk instrument bespeelt u? Nou, ik speel tegenwoordig fluit. Tegenwoordig fluit? Ja. Heeft u daarvoor wel eens iets anders gespeeld, hè? Ja, ik heb heel vroeg, nou niet heel vroeger, daar ben ik 10 jaar geleden mee opgehouden, op een tuba. Op een tuba? Tuba, ja. En waarom bent u daarmee opgehouden? Nou, ik heb mijn mond laten reguleren, zoals dat heet. Ik bedoel met reguleren, alles moest eruit eigenlijk, hè. En toen kon ik niet meer blazen, want u weet, zo'n S-tuba, dat is zwaar werk, hoor. En ik ben de laatste tijd een beetje aanmächtig. Ook nog. Ja. En toen bent u dus uiteindelijk overgegaan naar blokfluit, heb ik begrepen. Nou, ik had namelijk iemand in mijn kennissenkring. Ik heb namelijk vrij veel verwanten en kennissen. En die zei tegen mij, als je nou toch muziek wil maken, want ik ben van huis uit erg muzikaal, moet ik u nog even vertellen, mijn vader was horlogemaker. Hè? Ja. Mijn vader, ja, zoals de klokjes bij ons thuis tikte, tikte ze nergens. Mijn vader speelde op een ouderwets harmonica. Een trekharmonica? Ja, trekharmonica. Nu heet het accordeon, maar toen heette het een trekharmonica. Ja, trekharmonica. Mijn vader was dus horlogemaker en speelde in zijn vrije tijd, speelde hij uitstekend trekharmonica. Ja, en daar heb ik waarschijnlijk dus de muzikaliteit van georven. Maar nou ben ik dus aan de fluit begonnen. En dat bevalt me. Ik ben ouweer. Ik woon op het ogenblik in Emmererf Scheideveen. Maar ik kom... Wat zegt u? Hoe heet dat? Emmererf Scheideveen. Waar ligt dat precies? Nou, dat ligt vlak bij Bar Compascuum. Is het erg onbescheiden als ik u vraag waar dat dan weer ligt? Dat ligt vlak bij Emmen. Maar dat komt dat mijn schoondochter woont daar. Mijn zoon woont daar dus, hè? Ja. En mijn zoon heeft daar namelijk... Mijn zoon is fietsenhersteller. En nou is het zo dat hij is ook bij de vrouw. Ja, mag ik u... Het spijt me, mag ik u eventjes interrumperen? Want ja, zeker. Alle achtergronden van uw familie, hoe interessant ze ook zijn... Ja, u bent natuurlijk gekomen om hier iets te gaan spelen. Ja. Naar welke muziek gaat nu uw voorkeur uit? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik ben altijd gek geweest op opera's. Op opera's? Ja, ik vind bijvoorbeeld... Dat vind ik ook iets prachtigs. Dat koor van... La, 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 la. Maar ik geloof dat het inderdaad zeer goed is dat u fluit bent gaan studeren, want ik kan helaas geen operazanger in u ontdekken. Ik heb hier een mooie fluit. U heeft een bijzonder mooie fluit meegebracht, zie ik. Ja. Dat is voortreffelijk. Ja, dat is ik zie dat u bijzonder muzikaal bent. We hebben Words nog niet gespeeld of u speelt dat alweer na. Goed, we gaan muziek maken. Welk stukje gaat u voor ons spelen? Nou, het heet Plezier d'amour, geloof ik. Plezier d'amour. Oh, d'amour, ja. Juist, zo is het. Goed, u weet, er is een jury in de zaal. 10 juryleden, die zullen u daar punten voor geven. De hoogst geclasseerde in de periode van 3 maanden die afgesloten gaat worden, komen weer in de kwartfinale. Ik wens u heel veel succes en u gaat voor ons spelen Plezier d'amour. Alsjeblieft. Thank you.
Ogenblik. Maar ja, kunnen we doorgaan? Ja, we kunnen er doorgaan hoor. Zwaai, hartelijk dank. En mag ik nu de voorzitter van de jury uitnodigen om hier te komen en ons mede te delen hoeveel punten de heer Van Ravenswaai hiermee heeft verdiend. 10 juryleden hebben ons tot een totaal gebracht van 48 stemmen. Dat wil zeggen, het honoreringscijfer is 4,8. 4,8, een voortreffelijk resultaat voor de heer Van Ravenswaai. Meneer Van Ravenswaai, dat was allemaal uw deel, dit applaus. Wij gaan verder met het hobbyorkest. I didn't know what time it was. Thank you.
Dit was het hobbyorkest met I Didn't Know What Time It Was. De tenorsolist die echter zeer bij de tijd was, was Sander Sprong. Uw aandacht nu voor een Nederlandse platenproductie. Een geweldige plaat van de Short 66, Going My Way. Chairs, the walls around me, such a shock I had to face. Oh, my world fell down around me. But do I wonder what to do when nobody comes to call? Take a look, you see my suitcase sitting in the hall. I'm going my way. Na deze fijne plaat van de Short 66 is het hobbyorkest weer aan de beurt. Verdere introductie is nauwelijks noodzakelijk voor het volgende stuk. Het is The Ballad of Bonnie and Clyde.